allemaal. Deze keer wil ik met jullie een boterkoek gaan bakken. Nou, iedereen kent dat. Als je een boterkoek gaat bakken, dan moet je vaak kneden met je handen. Heb je hele vieze handen, ring af, armbanden af. En altijd als je net met je handen in die vieze smurrie zit, gaat de deurbel, lopen je kinderen te vervelen, krijg je jeuk aan je hoofd en je kan gewoon nergens bij. Nou, wij hebben een perfecte oplossing voor dat alles, want wij gaan dit deeg niet kneden. Wij gaan het schudden in deze kom. Maar om te beginnen gaan we de boter smelten. En boter smelten doen we altijd als we deeg gaan schudden. Zelfs bij cake mix, bij appeltaartmix. Ook al staat er op de verpakking, doe dit nooit met gesmolten boter. Het werkt wel, absoluut. Lukt het jou niet, kom ik hem hoogstpersoonlijk bij je bakken. Deal? We gaan hem nu laten smelten. Ik heb de boter even in grove stukjes gedaan. Gewoon op de verhoudingen volgens de verpakking is 175 gram. Mag roomboter zijn, mag margarine zijn. De snelheid waarmee het smelt, dat verschilt per magnetron. En hoe koud je boter was. Ik doe meestal wat blokjes snijden, zodat het wat gelijkmatiger smelt. Ik zet hem nu even op 600 watt, 1 minuut. Gewoon de boterkoekmix helemaal volgen zoals hier staat is natuurlijk leuk. Maar ik wil er net even een variatie in maken. We gaan hem met amandelspijs en appel erbij doen. En daarna doen we er ook nog wat noten overheen. Nou, ik heb net nog een receptje gehad met noten. Dus je ziet mijn de superchef is nog een klein beetje vies. Maar dat geeft niks, want ik ga er toch weer noten in hakken. Wat ik nu doe, ik doe heel gewoon even ongezouten pindas. Gaan we even wat fijn hakken. Het is leuk om over de boterkoek heen te doen. Dan krijg je ook een lekkere, ja, andere crisp eraan. Hou je er niet van? Hij is natuurlijk gewoon weg. Kijk. Mooi toch? Die gaan we er straks overheen strooien. Die doe ik nu even in dit bakje. Zo. Even naar de boter kijken. De boter hebben we nog even iets langer gezet. Wat we dan nog meer gaan voorbereiden is dus de amandelspijs. Nou, jullie kennen vast zo'n pakje wel. En dan staat er vaak op de achterkant, vermeng dit met een ei. Nou, dat is best wel een vies werkje als je dat moet gaan mengen met het ei. Ik heb het ei hier alvast ingedaan. Ik doe het deksel op de shaker. En stel dat we cakebeslag gaan maken in zo'n schutkom, dan kunnen we dus niet heel lang mixen op die eieren. Dat doen we dus hiermee. Ik zal het even laten zien. Aan de binnenkant zitten heel veel randjes en richeltjes. Dus het wieltje kan, maar in de kleinere maat zit het niet. En het kan echt zonder. Daar ga je het ei mee los shaken. En dan voor de cake ga ik natuurlijk heel luchtig doen. Voor de boterkoek hoeft dat niet. Hoeft die niet heel luchtig te zijn. Hoeft maar net even gemengd te zijn. Als je gaat schudden, altijd je vinger op het klepje. Zo eronder houden. En op zijn kop even schudden. Nu had ik het hele ei in één keer hierin kunnen doen. Omdat het niet luchtig hoeft. Maar ik wil een klein beetje bewaren om er straks overheen te gaan smeren. Als je dan giet uit een kopje waarin je ei hebt losgeklopt, dan merk je heel vaak dat ineens alles mee glibbert. En nu, let maar op, kan je eigenlijk per druppel kan je stoppen. Dus je kan precies zeggen, nou, zoveel wil ik nog overhouden, zoveel mag erin. Heel klein beetje hou ik nog over. Die zetten we nu aan de kant. Dan heb ik hier de amandelspijs alvast een derde van het pakje in blokjes gesneden. Die gaat er ook bij. En ik zeg altijd één appeltje erin. Maar ik had hele kleine mini-appeltjes. Dus zijn nu wel twee appeltjes. Even een kwart stuk erin. Dan hoef je niet te kneden in die amandelspijs. En doordat je appel in de boterkoek doet, wordt die wat luchtiger, wat frisser en wat minder zwaar. En hoe fijn je dit wil hebben, dat kies je zelf. Ik vind het wel lekker als je nog een paar stukjes appel wil. Wil je het helemaal fijn? Ja, dan trek ik hem gewoon nog even door. Ik vind hem wel goed zo. Zie, nu is gelijk de amandelspijs vermengd. Het ei is er doorheen vermengd. En mooi klaargekneed. Dus ook die zetten we nu weer aan de kant. Ga ik even naar de boter kijken.
de boter is zo goed als gesmolten. Je moet hem ook niet te heet doen, de boter. Want straks gaat de deksel erop en is de boter te heet. Ja, dat wil je niet hebben. Dan knalt alles eraf. Wat we nu gaan doen is de boterkoek. Ja, ik heb nu heel simpel gewoon even een kant-en-klaar pak gekocht. Maar de echte bakkers onder ons, die weten echt wel hoe je zelf een boterkoek kan bakken. Gewoon met je bloem. Eigenlijk wil ik alleen zeggen dat hier nu de suiker al bij zit. En anders moet je dat gewoon zelf nog even doen. Dus op deze manier doe je bijvoorbeeld je appeltaartmix, je cakemeel, bijvoorbeeld met je suiker. Dus eigenlijk alles eerst wat droog is, gaat altijd in deze bak. Zelfs oliebollendeeg kan je zo klaarmaken. Dan pakken we nu de spatel erbij. Ideaal ding, gebruik ik altijd bij het bakken. Vooral die kom ik handig ook met dit hoor. Dit is trouwens de 2,75 milliliter kom. We hebben ook een grote van 7,5 liter. Een rondere met een iets plattere, die loopt hier iets meer recht. Van 3 liter. Het gaat er eigenlijk maar om dat je kom hebt die taps toeloopt. En die je absoluut hermetisch kan afsluiten. Dus eerst gaat alles erin wat droog is. Stel nou dat ik een kruidcake wilde maken. Dan was het mijn cakemeel met de zelfrijzende bakmeel met de suiker. Kan voor een kruidcake bruine bassen suiker pakken. Koekspeculaaskruiden erbij. Dat gaat er dan eerst in. Doe vaak het deksel erop. Even heel hard schudden. Hoef je niet te zeven. Is dat gelijk mooi gemengd. Ik maak nu gewoon even een kuiltje. Zodat het meel allemaal een beetje naar de buitenkant zit. Dan doen we in het midden alles wat vochtig is. Als dit nu cakebeslag was. Dan ging daar dus de boter in. Maar ook de eieren die ik dus heel luchtig geshaked heb. Nou, dat hoeft nu niet, want het ei voor de boterkoek, die hoeft er niet heel luchtig. En die hebben we al fijn gehakt met de amandelspijs. Dus ook dit is nat, dus dat gaat altijd allemaal in het kuiltje. Dus ga je oliebollenmix maken, dan gaat er in het midden de gewelde rozijntjes, stukjes appel. Ik doe er vaak wat bier bij, dan rijst dat lekker. Kijk. Zie je, zo zie je het er nu uit. Nou, normaal zou je dus nu moeten gaan mixen. Nou, en je ziet het, ik heb eigenlijk nog steeds gevieze handen. Hoogheid van het appeltje wat ik net geschild heb. Maar ik heb mijn handen alweer gewassen. We doen hem dicht. Ontluchten, hoor maar. Horen jullie hem? Dus alle lucht eruit en let op dat die boter niet te heet is. Want dan kan die eraf knallen. Voor de zekerheid, altijd je duimen erop. Goed onder de rand beet pakken en dan gaan we horizontaal schudden. Wat gebeurt er dan? Doordat ik zo ga draaien, gaat die boter pakt elke keer wat meel beet. Dus we gaan hem nu even doen. Even. Meestal begonnen ze mij op een party dan uit te lachen omdat ik zo gek stond. Maar ja, het werkt wel, want we gaan kijken. Kijk eens, alles is gemengd. Pakken we de spatel. Gelijk even dat deksel goed schoonmaken. Nou, eventueel draai hem nog even een beetje door. En zo gaat het dus ook met je cakebeslag, ook met je appeltaartmix. Wil je voor appeltaart wat harde deeg hebben, omdat je nog mooi van die reepjes wil gaan snijden. Ik snij vaak niet, maar ik rol het. En dan leg ik het zo uit. Zodra die boter weer wat gaat stollen, wordt het vanzelf harder. Je kan het eventueel in de koelkast zetten, net wat je wil. We gaan dat in de bakvorm doen, in de rechte bakvorm. In een ander apart filmpje ga ik even al die bakvormen en de bakmat uitleggen. Dus dat sla ik nu gewoon even over. Kijk hoe schoon de kom. Ideaal met die spatel. En dat oor aan de zijkant pakt gewoon lekker makkelijk beet. Nou, gaan we dit even goed uitsmeren. Gaat ook heel makkelijk. Juist omdat we met gesmolten boter hebben gewerkt, is het deeg ook zo lekker soepel. Maar wil je hem dus voor boterkoek, wil je hem dus bijvoorbeeld voor appeltaart wat harder of voor koekjesdeeg, dan zet je hem gewoon weer even in de koelkast of je maakt het van tevoren klaar en je laat het nog een beetje harder worden.
Dit hoeft niet eens zo heel erg plat, want door het warm worden in de oven vloeit het vaak vanzelf weer wat uit. Maar we doen er nog een beetje van het resterende eier overheen. Ik sta nu lekker in mijn eigen keuken en ik kan deze bakvorm vrij makkelijk vervoeren. Sta ik bij de mensen in de kamer, dan is het wel eens lastig om zo naar de oven te gaan omdat die flexibel is. Dan vraag ik altijd of dat ik hem alvast op het rooster mag leggen, want dat werkt gewoon veel makkelijker om in de oven te zetten. Maar ik schuif hem straks gewoon even op mijn rooster. Kijk, zie je hoe mooi glad dat hij nu is? Nou, dan kunnen we er nog wat van die nootjes overheen doen. Ik heb al wel geleerd dat ik ze er iets induw, want anders dan vallen ze er straks al heel snel weer uit. Dus even een beetje aandrukken. Nou, nootjes zijn wel heel erg lekker. Kan natuurlijk ook gewoon met amandelen, maar even net iets anders. Dus de appel toegevoegde amandelspijs, heb je gewoon een heel ander idee. Ik heb de oven voorverwarmd op 175 graden. Altijd doen voordat je zo'n vorm in de oven zet. En ik heb altijd de bakmat op mijn plaat zitten. Maar ik haal altijd het rek eruit als ik ga voorverwarmen. Ik vind het makkelijk om op deze manier, kijk, schuif hem er gewoon zo op. Hij ligt lekker stevig. En mocht ik een keer een cake recept hebben en de vorm blijkt, hij schijnt harder te rijzen. En er zou er iets overheen gaan, dan zit dat lekker op mijn mat en niet op de bodem van mijn oven. Zelfs een heel cake recept kan je hierin doen. Op basis van 4 eieren, alles 200. Het gaat echt. Hij lijkt helemaal niet zo groot. Maar het past gewoon wel, want het cakebeslag gaat rijzen. En dan komt het hier gewoon een randje bovenuit. Maar dan zit er toch wel zo'n knapperige korst omheen. Dus dan gaat het er eigenlijk helemaal niet overheen, maar komt een stukje bovenuit. De boterkoek die rijst niet. Die zal waarschijnlijk blijven zoals die nu is. Zeg je van nou, ik wil een dikkere boterkoek. Dan pak je de volgende keer 1,5 pak van die boterkoekmix. Dus we gaan hem nu in de oven zetten.